Straatspeeldag, dat betekent afgesloten wegen en lekker kunnen spelen. De kinderen krijgen de ruimte. En dat ook nog eens een keer met prachtig weer. Hier op de Loodseweg in Apeldoorn is Clown Bono bezig om de kinderen te vermaken. Clown Bono, hoe is dat op straatspeeldag? Nou eigenlijk, ik ben nog maar net begonnen. Het is 2:30 nu, maar ik ga denk ik, als het heel goed gaat, wel 300, 400, 500 kinderen een ballon geven. Als er zoveel kinderen komen, dat zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Maar het is altijd hartstikke leuk, het duurt al jaren. En de kinderen hebben alleen maar lol, er kunnen geen auto's rijden. Helemaal geweldig! Ja, hoe gaat dat met zo'n ballon? Met zo'n ballon? Nou, even kijken hoor. Kom je even bij, lieve. Kom eens even hier. Ik zal even laten zien. Nou, zij wil even een hondje... Jij hebt een hondje besteld bij mij. Zij heeft bij mij een hondje besteld. Oké, en dan zeg ik haar, hoe wil je eruit zien? Moet hij een grote neus of een kleine neus? Kleine neus. Grote ogen of kleine ogen? Grote ogen. Grote poten of kleine poten? Kleine poten. Kleine poten. Kleine poten. Zo, dan heb je nog twee mogelijkheden. Of een grote buik of een grote staart. Een grote staart. Dan maken we een klein hondje. Zo. Dat ging te snel hè, voor de camera. Ik ben zo handig erin. Hè. Kijk. Dan maken we nog een krulletje erin. Zo. Dan pak ik. Kijk. Een hond heeft natuurlijk ook hè, ogen. En een mond om mee te lachen. En snorhaartjes. En kijk, nageltjes. Zo, op een achterpoten natuurlijk. En dan is het nog gestreept. En die heb jij bedacht. En weet je wat dit is? Ah, verdorgen zijn blafwaffen. Je zelf bedacht. Goed hè? Wauw, nou, ach, heel eenvoudig. Kind kan er was doen. Ja, zo'n Apeldoornse blafwaffer is niet lastiger dan de normale tackle. Nee, want het is juist leuk. De kinderen kunnen zelf bepalen hoe die eruit komt te zien. Hè? Normaal krijgen ze iets in de handen gedrukt en nu kunnen ze zelf bepalen hoe groot die is en hoe mooi die is. En of die staart lang is of dat die klein is. Hartstikke leuk. Na sumo-worstelen kunnen er aan de Loodseweg ook henna-tatoeages worden gezet. Daar is heel veel belangstelling voor.